vorige keer in Your Decision? Ik bepaal ook niet wie er hier blijft werken en wie niet. Het is onze zorgheld, hè? Ja, wij zijn net klaar met draaien. Kom er nog even bij zitten dan. Ik bel je, ja? Geef me het nummer van Hanna Hoekstra. Hallo? Hallo? Begint het nu te dagen? Je ligt in coma, jongen. Bizar dat je dat nog niet door hebt. Kijk, hier is de ingang van het ziekenhuis. Zie je? Ja. Dan is dit de gang die we door moeten. En ja. Hier... Waar staat dan de bewaking? Misschien bij deze hoek. Dus... Misschien? Je weet niet of daar bewaking is of niet? Nee, dat weet ik nog niet. Maar daar gaan we dus achter komen als we daar zijn. Liefje, het komt echt goed. Jij gaat hier bij die ingang staan. Anna. Ik loop naar de... Anna, dit is amper illegaal. Oh. Nee, ik... Jawel. Ik hoor maanden niks van je en nu opeens moet ik Schatje. Dit doen? Nee, ik ga dat echt niet doen. What the fuck? Weet je wat voor gevolgen dit kan hebben? Hey, het voor mij en voor mijn carrière? Je kent hem niet eens, hè? Je weet niet wie hij is. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet of ik het goed begrijp. Ik weet gewoon dat er een band is tussen mij en Harco. Wat voel je dan? Ik kan hem niet laten gaan. Ik weet niet of ik het wel kan. Hey. Dit is de beste rol die we ooit gaan spelen. Ik ben een boek aan het schrijven, kijk. Dit is de kaft. Oh ja, oké, goed. Eet smakelijk. Dank je. Dan is het moment aangebroken. Na 300.000 verkochte exemplaren van het immens populaire Stardump Snit-in, vertaling in 120 landen en een heftige bidding war in Hollywood om de filmrechten, zit hij hier aan tafel. De Ronaldinho van de science fiction. En vanavond is hij van ons. Gilles Bouwmeester. Dankjewel, man. Ja, Gilles, wat eigenlijk iedereen wil weten is, hoe kom je erop? Stardump Snit-in. Ik weet het niet. Weet je, kijk, het is gewoon soms belangrijk om een prozobal het publiek in te gooien en dan kijken wat ik ervoor terugkrijg. Ik vind het echt fantastisch, Gilles. Dit is een beschrijving van mijn generatie. Gilles Bouwmeester. Maar schrik me de kanker van jou. Hey man. Wat moet je? Ik zag je in de uitzending en ik woon hier om de hoek. Wat moet je? Nou ja, ik wilde je binnen niet storen, dus ik dacht ik kom je hier even gedag zeggen. Mooie auto, is dat de nieuwe S? Oh. Hey,
Jij hebt het boek op de toonbank laten liggen, hè? Ik heb je nog geprobeerd te achterhalen en shit. Man, ik ben helemaal het zakmes op jou gegaan. Het is oké. Ik heb het boek meteen gekocht, man. Dat is nog wel een keuze om Guider toch niet dood te laten gaan. Ja, dat vond die uitgever, die zei dat ook. Want die wilde dat er een opening kon blijven voor als het boek succes zou hebben. Voor een deel 2 of zo. Deel 2? Ja. Goed, ik weet het niet. Ik ben nu natuurlijk wel nu een beetje... Ik ben trots op je, man. Het Stardom zit in het universum, staat boven mij. Nou, het is jouw boek. En kijk waar je het hebt gebracht. Je zou wraakzucht als thema kunnen nemen. Dat Guider dat doet. Nou ja, ik denk toch dat we het archetype van een strong female waren. Ja. En een nieuw daglicht moeten zetten. Dan? Wat doe je met die macht? En hoe corrumpeert dat dan? Waar ik nog niet helemaal uitkom is... Wat zeg je nou eigenlijk met de hernieuwde broederschap tussen de Ulgertrollen en de Elfenmacht? Ik bedoel, dat was altijd de vijand. Dat klinkt toch een beetje als een onwerkelijke coalitie, nietwaar? Onwerkelijk? Ja. Ja, slim. Handel is veel belangrijker dan Ulger- en Elfenlevens. Een gezamenlijke vijand doet oorlogen vergeten. Maar, is de vraag... Moeten we zo'n onderwerp wel zo opzichtig op de mouw spelden? Is het niet beter om terug te gaan naar de kern van Guider's bestaan? Wiens profeet ben ik? Ja, want in deel 1 hebben ze de hele planeet afgerezen. Ja. Ah, we zijn aan de buurt. Hey, wat... Watertje. Watertje? Kom op nou, man. We hebben wat te vieren. Hey, ik betaal. Oké, burger met friet. En een Mexicano. Kijk, dat dacht ik al. Hey. Dat is fijn hoor, dit. Hey. Het is leuk al je aandacht. Ontspannen is het niet. Ik vind het ook heel fijn om tegenover jou te staan, man. Hey. Nog even iets over het einde, hè? Ik had bedacht dat het moet aankomen op een ultieme strijd tussen Guider en Beltar. Over wie uiteindelijk de oude houten knoop zal bemachtigen. Ja, maar dat Woud van Naffer kom je niet zomaar in. Maar als het wel lukt, heb je de eeuwige machten. Guider staat met haar rug tegen de boom. Het gif van de Rubiesboom druipt in Beltars nek. Ja. Hetzelfde gif dat zijn grootouders heeft gedood. Guider draait zich om. Jij moet nu even Beltar zijn. Beltar, ja. Beltar maakt aanstalten om zijn zwaard in de vulkaan van de Sinaï te steken. Klopt iets niet. Een druppel zweet rolt van zijn voorhoofd. Oh. Maar slangenstreken definiëren nog steeds Beltars karakter. Beltar valt aan! En Beltar... Guider worstelt. Beltar is onvermijdelijk. Ik ben moe, ma. Ja, ik kan wel een uurdienst beginnen. Waar moet je naartoe? Niet ver. Spandammerstraat.
Gappie, dan breng ik je toch even. Goedemorgen. U bent Gilles Bouwmeester? Ja. Mag ik binnenkomen? Ja. Pas op het tapijt als je binnen bent. Hij sprong opeens uit mijn auto en ja, ik heb helemaal geen idee waar naartoe. Ik heb zijn adres ook helemaal niet. Nou, u begrijpt wel dat wij ons ernstige zorgen maken. U bent de laatste die mij heeft gezien. Ja. Misschien dat je ons kan helpen, want wat wij niet helemaal snappen is dat je hebt aangegeven dat je hem niet kent. Maar we zien jullie hier op het Westergasterrein. Kennen? Ik heb hem jaren niet gezien en daar komen we elkaar voor het eerst tegen. Ja, en hier zien we jullie in de snackbar. Kijk, als we een beetje inzoomen hier, dan lijkt het alsof hij om hulp vraagt. Wat een onzin. We hebben het gewoon over het boek, deel 2. Van uw boek? Ja. Vervolgens zien we jullie op de parkeerplaats. Ik zag je in de uitzending en ik woon hier om de hoek. Ik vind het ook heel fijn om tegenover jou te staan. Het is jouw boek. En kijk waar ik het heb gebracht. Echt. Ik ben trots op je, man. Trots op je, man. En dan toch wel erg chockerend nieuws. Vanmiddag is bekend geworden dat bestsellerauteur Gilles Bouwmeester is opgepakt en in voorlopige hechtenis is genomen. Justitie wil nog niets loslaten, maar volgens ingewijden zou Bouwmeester verdacht worden van de moord op de 36-jarige Chiron H. Bouwmeester zou eerder het manuscript van Stardup Snit en Van H hebben gestolen, maar nu bang zijn geworden dat zijn plagiaat aan het licht kwam. Lekker van je. Maar is hier wat of niet? Hoe lang gaan we hier nog zitten? Wat? Kijk. Wat is dit nou weer? Het gaat niet werken. Ik ga er niet naar binnen. Jawel, we gaan er wel naar binnen. Nee, ik ga er wel. Dat kunnen we wel doen. Dat kunnen we wel doen. Ik kijk, als ik die rechtergast afleid, dan kan jij hier. Kunnen we niet kijken? Kijk. Ik ben bang dat jullie in de problemen zitten. Meneer directeur. Nou, alles loopt. De gegevens zijn goed.